Energiebesparing wordt traditioneel vaak gekoppeld aan grote investeringen, grote maatregelen die veel geld kosten met een lange terugverdientijd. Maar het kan ook anders. De methode die EnergyQ gebruikt, dat is een methode die energieverbruik in beeld brengt en na een zekere inleertijd ook afwijkingen in verbruik in beeld brengt. Met die methode is het mogelijk om ook energiebesparing te realiseren en te stimuleren door gedragsverandering en verbeteringen van instellingen aan apparatuur, waardoor je eigenlijk met je bestaande apparatuur zo zuinig mogelijk kunt produceren of comfort kunt genereren in een gebouw. Nou, we hebben een nieuw gebouw, dat stamt uit 2002, dus zeg maar iets meer dan 10 jaar oud. En dan denk je dat je een heel energiezuinig gebouw hebt, dan laat je er een paar deskundigen naar kijken, 10 jaar na oplevering. En dan blijkt dat je in al die techniek nog heel veel kunt verfijnen, dat je met gedragsverandering nog heel veel kunt doen. En zelfs een modern gebouw blijkt, kun je in energiebesparing nog heel veel winst halen. De meest duurzame vorm van energie is de energie die je niet gebruikt. Dat is de groenste energie die er is. Mijn bedrijf leeft van energiebesparingen realiseren van mijn klanten. Daarvoor moet ik weten waar het energieverbruik zit. Het gereedschap van EnergyQ wat ik gebruik, maakt energieverbruik heel erg mooi inzichtelijk. En als ik zie waar onnodig verbruik zit, kan ik dat elimineren en bespaar ik energie en zijn mijn klanten blij. Baker Energy is een van de bedrijven met wie wij samenwerken. En het is zo dat Baker Energy in dit geval onze meetmethode heeft toegepast en uitgelezen op zoek naar de besparingsmogelijkheden bij de gemeente Kampen. We hebben 60.000 euro geïnvesteerd in het beter inregelen van een aantal zaken en in het goed monitoren van onze uitgaven. En die 60.000 euro hebben we in 2 jaar tijd alweer terugverdiend.